Kemin uit Herentals is voortdurend op zoek naar innovatieve producten en oplossingen voor gezonde en duurzame voedingsmiddelen. Zo wil het bedrijf inspelen op de noden van de voedingsindustrie. Wij zien een heel belangrijke trend naar het verminderen van het gebruik van E-nummers en het vervangen daarvan door natuurlijke producten. Dat houdt ook in dat heel wat recepturen en productieprocessen veranderen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het verminderen van het zoutgehalte in vleesproducten. Dat is natuurlijk heel gezond, maar heeft als belangrijk nadeel dat de houdbaarheid van die vleesproducten verlaagt, want zout heeft ook een beschermende werking voor de houdbaarheid. En wij zetten dan natuurlijke producten in om die originele houdbaarheid terug op peil te brengen. Een ander voorbeeld is het gebruik van gezondere vetten. Met gezondere vetten bedoelen we onverzadigde vetten. En wanneer die worden gebruikt in recepturen, is er ook veel meer kans op oxidatie. En die oxidatie die heeft een belangrijke impact op de smaak. Kemin kijkt naar nieuwe en vooral duurzame grondstoffen en voedselbronnen die nodig zijn om de houdbaarheid van voedingsproducten te verlengen. Een voorbeeld is het gebruik van rozemarijn of munt. Voor nieuwe ontwikkelingen werkt Kemin nauw samen met universiteiten en organisaties zoals Flanders Food. Wij kunnen de rode kleur van vlees behouden door het toevoegen van bijvoorbeeld rozemarijnextract. Dat is ook heel erg belangrijk, omdat de consument ook echt kiest op basis van kleur. Als de kleur van het vlees niet meer mooi rood is, dan gaat de consument het ook niet langer kopen in de supermarkt. Door het toevoegen van rozemarijn kunnen wij de houdbaarheidstermijn van vleesproducten verlengen met 5 dagen. Bij Kemin wordt het volledige proces gecontroleerd, van zaadje tot finaal extract. Hierdoor kan het bedrijf steeds dezelfde effectiviteit garanderen. Bovendien is het rozemarijn-extract een gecertificeerde, duurzame bron die volledig traceerbaar is in de voedselketen. Naast de toepassingen in rozemarijn en munt werken we ook aan de ontwikkeling van microalgen. Dat is een andere interessante bron van natuurlijke antioxidanten. En die kunnen we ook lokaal en duurzaam produceren. Kemin voert houdbaarheidstesten uit in de eigen laboratoria in Herentals. Door het toevoegen van plantenextracten wordt de houdbaarheid van voedingsproducten op een natuurlijke manier verlengd. Door de innovatieve oplossingen van Kemin kunnen ook onze klanten in de voedingsindustrie bijdragen tot de vermindering van voedselverspilling. Dus door de houdbaarheidstermijn te verlengen van voedingsproducten kunnen deze langer op het schap blijven, wat dan ook weer bijdraagt tot de vermindering van afval.